nou zeggen jullie in Den Haag ook anders. Hè? Anders, ja. Anders, ja. D66. Wat is voor jou nou anders? Wat moet er anders de komende 4 jaar? Anders is dat we van die regenteske cultuur af willen. Anders is dat wij als D66 niet over mensen praten, maar met mensen praten. En anders is dat we de stad zodanig willen inrichten en veranderen dat mensen het gevoel hebben dat ze niet alleen eens in de 4 jaar, maar voor mijn part iedere week mogen meepraten. Ja, precies. Wat is er dan na 4 jaar veranderd? Wat wil jij tegen de mensen in Den Haag zeggen, over 4 jaar dan staan we daar? Ik wil zeggen en duidelijk maken, en daar heb ik een heel goed gevoel bij, dat de stad zometeen van ons allemaal is. En dat de mensen in Den Haag, de Hagenaars en de Hagenezen, niet langer het gevoel hebben dat er maar over hun beslist wordt. Maar dat ze zich trots voelen op deze stad. Dat ze zich fier voelen en dat ze meedenken en meebeslissen over deze stad. En dat kan alleen als er in het IJspaleis een andere manier van denken plaatsvindt. En dat gaan we anders doen. En dat gaat D66 anders doen. Dat hebben we al aangetoond dat het kan. En dat gaan we voortzetten.